vijf minuten geleden stonden we op de meest traditionele markt die we tot nu toe hebben gezien. Hier in Yangon in Myanmar. En nu zijn we echt net een mall binnengelopen waar echt alle duurste merken zijn. Dus echt, het contrast kan niet groter. We kijken hier naar mensen die elkaars vuistjes aan het uitknijpen zijn. Het kan alleen maar in dit land, hè? Zo puur. Oh, deze kant op nou, denk ik. Deze mensen leiden de weg. Dat je geen intimiteit mag hebben hier in dit land, dat weten we al. Zagen we net wel twee mensen, maar hier mag je nu ook geen seks hebben. No seks in het park. Nou, ja, sorry, maar dan heb ik hier niks ja, te zoeken. Ja. To say hello to the camera. Bye bye. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Have a nice day. Bye. High five. Bye bye. 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 Ik heb het idee dat het ook vrijwillig is.
Noah en ik zijn net met deze bus aangekomen in Bagan. En we hebben pick-up van het hotel gefixt. Alleen, volgens mij gaat het niet helemaal lekker hier. Hij snapt niet echt goed hoe de auto werkt. Ik was een beetje op allemaal knopjes aan het drukken. En toen ik na 2 minuten dacht, nou misschien moet de sleutel er eerst in doen. Dus zit ik echt mega bij naar voren. Maar we gaan nu rijden, dus weet je, hij is hier ook gekomen. Dus daar houden wij vast. Hier zit Noah op haar elektrische, haar e-bike. Iedereen noemt hier e-bike, dat is een stoere term. We hebben echt onze meest creepy ochtend tot nu toe. We zijn... Oh, kut, er nog de auto aan. Of het is in ieder geval weer een lichtje. We staan echt in de middle of nowhere ergens. Tussen 4000 tempels die hier staan in Bagan. En we zagen net ze allemaal een beetje in de schaduw liggen. En het leek echt alsof we in een soort van horrorfilm waren. Het is hier net zo'n grote provincie Utrecht. Ja. En dan met niemand en geen verlichting. Nee, we zijn net voor zonsopgang. We gaan de zonsopgang kijken op deze heuvel. Ja, die zie je ook niet, maar er ligt hier dus een heuvel. En ik weet niet, want ik heb een beetje uiterwaarde, 's nachts idee of zo. Ik ga even kijken of de heuvel hoog genoeg is. Of dat we dadelijk een beetje over alles heen kunnen kijken. En als ik niet meer terugkom, heb ik tegen Noor gezegd, of dat zei Noor eigenlijk tegen mij, dan gaat zij met Nico naar Japan. Waar komt de zon precies op daar? Ja, het is niet top eerlijk gezegd. Ik ben even aan het kijken of er nog tempels zijn die we kunnen beklimmen, want we hoorden dus dat... Dat sommige tempels zich openstellen of zo. En dan kun je daar opklimmen. Kun je vanaf daar de zonsopgang bekijken. Maar ja, er is hier gewoon niemand. Het is echt een hele aparte setting. Want het is echt gewoon een soort van totaal dood landschap. En er zijn gewoon random tempels, oude tempels hier. En er is gewoon helemaal niemand. Dus het is echt lijp. Maar ja, zoals je ziet gaan we hier niet op kunnen klimmen. Denk ik. Al zou ik het wel willen proberen, maar ja, dan moet ik even de stuntman uithangen. Hier gaat Noah. De uitdaging van haar leven. Om soms opgang te kunnen zien vanaf een tempel. Waar ze het al 3 dagen over heeft. Klimmen. Ze wilde heel graag klimmen. Hier is ze. Het laatste stukje. Niks voor mij. Simon. Concreet. Duistere tempel binnen. We volgen haar op de voet. Oh nee, what the fuck?
Nou, Lars, kan je vertellen wat er nou misgaat? Ja, we hebben een hele leuke dag gehad, maar onze e-bike houdt er even mee op. De stroom is eraf. Althans, de batterij is op. Oh, ja, twee streepjes. Ja, nu weer drie. Hij zit echt te fucken, maar we komen gewoon bijna niet vooruit. En gelukkig staan we niet meer in de middle of nowhere, maar ja, ook wel een beetje. Ook weer wel. Bij de tempels. Ja, ook weer wel, want die zijn hier. We zijn bijna bij het hotel, maar het is niet chill. Dus gaan we lopen.